de toekomst en het verleden. Het geel daar is een schat. Wij zijn de mannen, wij zijn de vrouwen met een sterke band. Dat onze voorouders al. Hallo beste mensen, het is weer zover. We gaan weer beginnen aan de nieuwe uitzending van Wat weet jij van de Guld? We zitten hier vanavond in Duizel bij het Sint-Jan-Baptist-Gilde. En we zitten hier in een heel mooi gildehuis dat ze zelf gebouwd hebben. Bij mij aan tafel zit Jan Kasteleins, hoofdman van de Guld. En daar gaan we een heel gesprek mee voeren. Jan, hartelijk welkom. Dank je wel. Nog proficiat, je bent niet geridderd, maar je hebt een mooie onderscheiding van de gemeente gekregen. Jij niet alleen, maar Adriaan Cox en Jan Wouters. Ja. Wat kun jij er maar over vertellen, over wat je gekregen hebt en waarom? Dat was een blijk van waardering voor onze inzet bij het gilde. En daarnaast voor de inzet in het dorp. Onder andere heb ik zitting gehad in de ouderraad. Het schoolbestuur van de basisschool Sint-Jan. Ja. Acolyet in de kerk assisteren bij uitvaarten. Dus je hebt van alles gedaan. Ik heb van alles of gedaan. In voor de gemeenschap in Duizel. En dat blijkt door die speld wordt er als blijk van waardering ja. uitgereikt. En dat hebben ze het allemaal goed geheim kunnen houden dan? Heel goed, want het was een grote verrassing. Mooi, mooi. Ja. Proficiat nogmaals. Dank je wel. Hoe lang ben je al hoofdman van de Guld? Ik ben vanaf 2012 hoofdman van de Guld. Dus je bent al 10 jaar hoofdman en bevalt daar, valt daar nogal mee? Vandaag is leuk en morgen is minder leuk. Maar dat denk ik dat mij elke functie in een bestuur met zich meebrengt. Dus een hoofdman van de Gulde ook. Maar je bent er trots op dat je hoofdman bent van de Gulde. Oh, trots. Ja. Ik doe mijn best. Goed. In de Gulde in 1912 is die, heb ik gelezen, is die opgeheven. Hè? Of slapen gegaan. Hoe en op wat voor manier is het eigenlijk gebeurd? Dat is gebeurd omdat de mensen in Duizel in armoede leefden. En de hoofdman, meneer Panke destijds, die stuitende tegen de borst dat er 3 dagen uitbundig feest gevierd werd door de Guld. En die kon dat niet kunnen. Dus de Guld had eigenlijk wat centen? Blijkbaar wel. Ja? Hadden die ook grond of weet je dat? Dat weet ik niet, of dat ook bezittingen waren, maar er werd gerust een werk ingeslaagd om te kunnen vissen. Ja, ja. Dus hij vond dat niet kunnen? Hij vond dat niet kunnen. Hij heeft uitgesproken en gezegd, we stoppen ermee. Ja, en wat is er toen gebeurd? Want... Nou, toen is alles wat er aan gilde attributen was, met uitzondering van 3 schilden... die in de familie Panke gebleven zijn, die zijn op de een of andere manier kwijtgeraakt. Nou, het schijnt dat er dus enkele mensen met de bezittingen de grens over gedaan zijn. En toen ze terugkwamen, ze zat waren en niks meer hadden. Dus die hebben alles verkocht en opgedronken dan? Ja. Zomaar. En is dat algemeen bekend of is dat... Binnen de Guld wel. Binnen de Guld is dat heel goed bekend. Want ik denk dat er wel een nieuwigheidje is voor de buitenstaander om te horen dat eigenlijk alles verkocht is. Ja. Ja? Want wat er zilver gebleven is en de trom en het vaandel, dat is niks. We hebben verwoede pogingen gedaan om erachter te komen, maar het is nooit gelukt om iets terug te vinden met uitzondering van de 3 schilden die in bezit waren. Ja, ik vind, nou jij dat zo zegt, vind ik het toch wel typisch dat precies die 3 schilden die van Panke waren en die ook burgemeester was van Duizel en dat die ook nog hoofdman was van de Guld, dat die wel bewaard zijn gebleven. Hè? Goed, maar blijven we daar niet bij zitten. Nee, de Guld is weer heropgericht. Ja. In 1971. En hoe is dat gegaan? Enkele dorpsgenoten die zaten in een horecagelegenheid in Eersel. En daar kwamen nog mensen die van een gildeactiviteit terugkwamen. Nog een afzakkertje nemen. En toen kwam er te sprake dat er in Duizel
geen guld meer was, die in het verleden er wel geweest was. Ja. En toen is er op een gegeven moment dus een vergadering belegd. En er is naar het nodige debatteren besloten om ze herop te richten. En op diezelfde nog zijn er al enkele mensen die zich spontaan aangemeld hebben als lid. Oh, dat is heel mooi. En na die oprichting is daar nog iets van teruggekomen van die attributen, behalve dan die drie schilden van Panken natuurlijk. Het enige wat is, er heeft dus een anoniem iemand, ja, is er achtergekomen dat het oude gildeboek, dat hij in het archief, provinciearchief, terechtgekomen is. En daar is het dus nog. En daar hebben jullie dan kopieën of daar hebben wij een kopie van. Dus jullie kunnen nog alles nalezen. Als je kunt lezen, dan kunnen wij het nog nalezen. Ah, dat doet me moeilijk. Maar hoe zat het toen jullie begonnen in 1971? Hoe zat het met de financiën? Toen hadden we geen nagel aan onze vinger om onze rug te krabben. Niet? Nee. Niks. Er was niks. Nee. En we hebben toegedaan. Toen zijn we begonnen met kienavonden, want dat leefde in die tijd heel erg. Ja. En zodoende hebben wij door wat geld bij elkaar, wat hebben we een hoofdwandel en andere attributen van aan hebben kunnen schaffen. Oh, dat hebben we toch goed bij elkaar gedaan dan. Ja, en we hebben nog meer gedaan als alleen maar kienen. We hebben een ontwerp laten maken door Harry Hendricks, een schoonzoon van de hoofdman destijds. Ja. En die heeft drie Delftsblauwe borden, waar op de afbeelding staan van een kruisboogschutter, ja, een wendelier en een hoofdman. Ja. En die zijn voorzien van een certificaat van echtheid. Ja. Voor 150 gulden in een serie van 150 aangemaakt en die zijn verkocht. Dus alle 150 zijn er kwijt. Zijn we kwijt. Maar jullie zitten er zelf hier nog in het gildenhuis. Ja. Ja. En zijn er nog meer zaken van waar jullie een geld aan genereert hebben? Ja, wij houden jaarlijks een boekbeurs. Ja. Wij waren aan het rondkijken wat we dus konden doen om aan geld te komen. Ja. En toen zegt Pierre Panke, de zoon van Weile Pietje Panke. Ja. Want je moet eens een boekenbeurs organiseren. Kom maar eens mee, dan gaan we in Limburg, waar het al meer gebeurt, eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ja. En daar zijn we met enkele mensen van ons schuld naartoe geweest. En vanaf dat moment zijn wij begonnen met inzamelen van boeken. En hebben we jaarlijks 2 dagen in het laatste volle weekend van januari een boekenbeurs in het dorpshuizen Smis. Ja. En jullie doet dat nou al 25? Dat wordt... De komende beurs wordt de 25e. En gaat dat nog steeds goed? Dat gaat nog steeds goed gezien de opbrengst. Ja. Maar aan de andere kant wordt het een steeds grotere belasting voor de mensen die dus heel het jaar bezig zijn met het inzamelen en het sorteren en het inrichten van de beurs. Dus jullie zouden daar wel hulp bij kunnen gebruiken? Daar zouden wij zeker hulp bij kunnen gebruiken. Ja. Jullie boekenbeurs, we hebben het dan over de financiën gehad, om aan financiën te komen. Maar jullie doen nog meer aan activiteiten. En dan denk ik aan DES, want dat staat ook ergens voor. DES, dat is dus een onderlinge competitie tussen de 4 gildes uit de oude gemeente Eersel. Duizel, Eersel en Steensel. Ja. En die organiseren per jaar 4 wedstrijden. En dat wordt dan op zondagochtend worden die gehouden. Dat wordt geschoten met de kruisboog. Er wordt geschoten met geweer. Dus 2 wapens? 2 wapens. Niet elk gildebroeder hanteert beide wapens, maar ze mogen allebei de wapens gebruiken als ze kunnen. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Elke schutter schiet op 2 bomen voor de kruisboog 5 schoten. Ja. En op het geweer ook 5 schoten op 2 bomen. Dus, er zit een wip op en ja, het is de bedoeling dat er die afgeschoten wordt. Ja, ja. En die van het geweer die is iets kleiner dan van de kruisboog. Maar dat is dat is dus niet in een zondag, maar er zijn een paar zondagen. 4 zondagen, ja. 4 wedstrijden in een jaar. Ja. Elke guld organiseert 1 wedstrijd. En op het eind?
Op het eind, dan wordt dus bij een van de vier gildes is dat op toerbeurt. Die zorgt voor de afsluitende ceremonie. Dus 's ochtends is nou de laatste wedstrijd voor de gildebroeders. Ja. 'S middags komen we terug bij elkaar. Dan worden de vrienden van het gilde uitgenodigd. En de vrienden, dat zijn dus de notabelen van het dorp die door elke gilde uitgenodigd worden. Dus het, is niet, van één gilde dat de vrienden bij elkaar... Nee. Elke guld op zich mag vrienden uitnodigen. Ja. En ook worden de schenkers van de zilveren schilden, die worden er ook bij uitgenodigd. Die verschieten onderling om de titel vriendenkoning van de guld. Ja, ja. Daarnaast schieten de vier koningen van de vier verschillende gilden ook om de titel koning der koningen. Ja. En dan is feest. Dan wordt er een putje bier. Maar jij zegt, ik had het over twee wapens. Gaat het de kruisboog en het geweer. Vroeger, ik noem nou Lucia Steensel. Die had vroeger alleen maar geweer. Kruisboog. Alleen maar kruisboog. Hadden wij ook. Maar die hebben nou ook geweer. Ja. Dus jullie, daardoor, hè, zal ik dan zeggen, zijn jullie beetje op voorhand natuurlijk. Hè? Want jullie kennen nou allemaal twee met geweer en met een kruisboog overweg. Degene die dat willen, die kunnen dat, ja. Althans, die denken dat ze het kunnen. Heel mooi verhaal. Maar over de Sint-Jans-tros, daar wil ik toch wel eens meer van weten. Hoe dat helemaal gaat. De Sint-Jans-tros met het dorpsfeest van Sint-Jan rond 24 juni. De zondag daarna wordt de... Optocht? Er wordt een optocht gehouden door het dorp. Ja. En daarna proberen we een openluchtmis te organiseren als de weersomstandigheden toehouden. Ja, ja. Tijdens die mis worden dus Sint-Jans-trossen geweeën. En de Wat zijn Sint-Jans-trossen? Dat zijn dus een samenstelling van diverse... veldkruiden en bloemen die door de mensen geplukt worden. En dan mee naar de mis gebracht. En dan worden ze tijdens de mis geweeën. De oude tros die van vorig jaar wordt mee teruggebracht. En die wordt traditioneel voor de wijding van de nieuwe, worden de oude trossen verbrand. Na de mis nemen de mensen die mee naar huis en hangen de nieuwe tros aan de deurpost. Waardoor de mensen het huis en het eventuele vee beschermd wordt tegen het kwaad en het onheil. En dat gebeurt al heel lang, hè? Dat gebeurt al heel lang. Want staat er iets van bij jullie in het reglement? Ik heb het niet kunnen ontdekken. Nee, jullie doen dat eigenlijk... Jij weet niet anders dat zo gebeurt. Ja. Ik vind dat een heel mooi ding, want het is iets wat moet blijven en dat moet ook vol blijven houden. Dat gaan we wel proberen. Ja. Maar hebben jullie nog meer aan activiteiten door het jaar? Ik denk, hebben jullie iets van fietsdagen of excursies? Of, Nou, wij houden dus elk jaar een teerdag. Dat is het weekend voor Sint-Jan. Voor Sint-Jan, dus jullie feesten van tevoren. Ja, wij beginnen met van tevoren dat we met Sint-Jan zeker toonbaar voor de dag kunnen komen. En dan wordt tijdens die teerdag een feestelijke maaltijd aangeboden aan de mensen. En dat is altijd hartstikke gezellig. Ja. Is een muziekje bij of er wordt een quiz gehouden. En, die maaltijd, is dat altijd hetzelfde of kan dat... Er is een commissie binnen de guld. Ja. En die krijgen daar de vrije hand in en dan is het een koffietafel en dan is het een warm en koud buffet. Dus het is niet... Dus er is variatie genoeg. Ja. En over de excursies? Ja, aan het eind van het jaar, tenminste door de regel aan het einde van het jaar, proberen wij om met de guld een excursie te gaan bij een bedrijf in de buurt. Ja. We zijn dus bij een schoonzoon van onze keizer geweest. Willems machinebouw in Bladel, tegenwoordig gehuisvest op het Campisch Bedrijvenpark. Ja. We zijn bij Van der Leegte bij de bussenbouw geweest. We zijn bij Van der Leegte in Born bij de automobielfabriek geweest. En zo hebben we verschillende... Maar dan zal er niet op de fiets zijn geweest. Nee, daar vonden we iets te ver. Ja. Heeft Wim van der Leegte een bus beschikbaar gesteld.
En zijn we met de bus naar Born gereden. Die Wim van der Leeg, dat is toch wel een, als ik dat zo hoor, een belangrijk figuur in de guld, niet? Dat is, dat mag ik wel zeggen, dat is een erelid van ons, die enkele jaren geleden het landgoed hier in Duizel van de familie van de Landen overgenomen heeft. En die heeft daar een nieuwe villa op laten zetten. En toen hij voor de eerste keer door zijn landgoed liep, kwam hij een schutsboom tegen. En toen zit hij tegen de buurman, die hij al kende, van wat is dat? En dat was Piet van Haag. En Piet die zegt, dat is een schutsboom. Want elk jaar werden wij bij Van der Landen uitgenodigd voor een tuinfeest. Maar Wim van der Leeten is ook een Brabander, of niet? Je moet het toch wel geweten hebben. Was het een Polverste, of niet? Nou, Wim is van geboorte uit Eindhoven. Ja. En hij woont wel nu in Duizel. Dus hij hier in de regio wel meer gewoond. Ja. Ik denk dat hij te weinig tijd gaat om rond te kijken wat er nog meer te doen was als in zijn fabriek. mag jij wel eens vertellen over die schutsboom, van wat er mee gebeurde? Ja, en dat werd dus... De buurman vertelt dat er dus jaarlijks een tuinfeest gehouden werd. Ja. En dan zegt hij, dan moeten we dat gehouden in ere herstellen. En vanaf dat moment mogen wij jaarlijks bij Van der Leegte op het tuinfeest. En dat gebeurt met een drankje? Nou, we beginnen netjes met het brengen van een gele groet. Dan wordt er een drankje geschonken, laten de familie een Egyptische vogel verschieten. Ja. En daarna is er nog tijd om gezellig samen te zijn, onder het genot van een drankje en een hapje. En dan tegen de avond dan gaan wij en voldaan richting huiswaarts. Heel mooi, heel mooi. De Mariakapel, die is ook van jullie. De Mariakapel, die hebben wij in 1990 van de parochie overgenomen, want die dreigde in verval te geraken. En dat was iets wat niet mocht gebeuren, vonden wij binnen de guld. Want de Mariakapel is in 1950 door de mensen van Duizel gebouwd, uit dankbaarheid dat de mensen van Duizel ongeschonden door de Tweede Wereldoorlog gekomen zijn. Ja. Maar er is nou, ja, iets... Op de ogenblik is het weer hersteld, maar een paar weken geleden hadden we minder leuke verrassing. Ja. Want toen was er op zondagmiddag, kwamen er een echtpaar langs gefietst en die zagen rook uit de kapel komen. En toen bleek er dus een brandje te zijn. Gelukkig hebben die mensen de brand buiten het kapel kunnen werken. En heeft het wel de nodige schade opgeleverd, maar is de kapel behouden gebleven. En dat is niet één keer, maar dat is twee keer, dat is drie keer. Dat is zelfs drie dagen op een rij, ja. Want is... Smaandags wilden we gaan poetsen en toen zagen we dat er opnieuw schade was die er zondag nog niet geconstateerd was. Ja. En op dinsdagmiddag kwam er dus een gildebroeder langs en toen was er een jonge man die was de vlammen aan doven. Ja. En toen was het nog meer schade. Ja, ik vind dat heel, heel erg, want mensen moeten, of mensen en wie het ook is geweest, ze moeten toch eens eerbied hebben voor hetgeen wat daar mensen vroeger daar neergezet hebben. En waarvoor dat ze gedaan hebben. Dat de duizelnaren, ongeschonden door de oorlog zijn gekomen en dat ze dan dat op deze manier doen. Ja. Houd er rekening mee, doe dat niet meer. Ja. Een belangrijk onderdeel in de guld bij jullie was en is de vrouw in het gilde. Ja, vertel daar nog eens wat over. Tijdens de heroprichting was een van de vereisten van ons dat de vrouw volwaardig lid werd van de guld. Met dezelfde rechten en plichten als de man. En Pierre Panke, de naam valt weer, was notaris in Helderpanningen en die heeft de statuten geschreven en die heeft dat op een nette manier in de statuten verwerkt dat de vrouw lid was, volwaardig lid van de guld. Binnen de kring waren ze daar niet gelukkig mee, want er zijn de nodige vergaderingen aan gewijd en het was zelfs zover dat ze dreigden als de guld van Duizel in de optocht meeliep tijdens de kringgildendag dat ze niet bejureerd zou worden omdat er vrouwen bij waren. Ja. Dan hebben we een boze brief gestuurd naar
Het bestuur. Naar het bestuur. En uiteindelijk is daaruit uitgekomen dat het geaccepteerd werd dat de vrouw gildelid is en mag blijven. Dus jullie zijn de aanzet geweest dat de vrouw in het gilde nu een volwaardige functie en volwaardig lid is. Zo maar de rest tellen, ja. Ja. Hoe betrekken jullie de inwoners van Duizel bij de guld? Wij proberen de mensen erbij te betrekken. Ja. Doen jullie er ook activiteiten mee? Mee schieten of weet ik wat? Onder andere hebben we het, met het 400-jarig bestaan van de guld, ja, hebben we heel de basisschool. Daar zijn we met een delegatie van de guld in kostuum, klas voor klas binnen geweest. Hebben alle kinderen vragen kunnen stellen wat het inhield, de guld. En toen hebben we ze uitgenodigd dat ze attributen konden maken die betrekking hadden op de guld. En die hebben we hier op het terrein, hebben we een grote tent neergezet. Dus alles die door iets gemaakt hebben, is tentoongesteld, is bejureerd. En daar zijn waar prijzen aan verbonden. Ja. En daarnaast kreeg elk kind wat deelnam aan die tentoonstelling een toegangsbewijs van de Efteling. Waar zou jij de Gildebroeders en de zusters, maar ook de mensen van Duizel, mee willen geven om in deze tijd? En dan bedoel ik ook van de Gildebroeders, dat ze misschien Gildebroeder willen worden hier bij het Sint-Jan Baptist. Of Gildezusters. Of Gildezusters, heel goed voor jou, heel goed voor jou. Maar het is volgens mij een heel positieve vereniging hier, waarvan alles te doen is, wat heel gezellig is, waar geschoten wordt en regelmatig een putje bier wordt gedronken, denk ik. Of frisdrank. Of, oh ja, frisdrank. Maar het is hier gezellig. Het is hier goed mediteren, excursies, ga links, rechts, overal naartoe. Ja, wat wil je nog meer vertellen erover? Mensen, kom van de bank. Er wordt al zoveel aan waarden en normen afgeschaft. En die willen wij als gilde proberen om die overeind te houden. En als je zin hebt om een keer op een avond, woensdagavond hier op de meer te komen, een kom koffie te drinken, te buurten, te schieten, je bent van harte welkom. Dankjewel. De bedoeling van dit programma is ook dat jij een anekdote vertelt, hè? Want je bent al een paar jaar bij de guld, hè? Nu? Al even. Dus je zult beslist wel wat meegemaakt hebben in de guld. Ja. Vertel. Ik ben benieuwd. Je zult wij je nog wel herinneren dat de pauze ooit in Nederland geweest is. In 1985. 1985. Toen zijn ze dus van de guld van Duizel, en niet alleen van Duizel, naar Eindhoven Welschap geweest. Er stonden dus de Gildebroeders, de tamboers, de vaandels eigenlijk voorop, want de paus mocht over de vaandels van de diverse gildes lopen. Ja. Tamboers stonden er ook bij. En na terugkomst stonden dus de gilde nog vooraan, of vrij nog wel op een goede afstand. En toen kwam de paus nog even naar de mensen van de gilde toe, en ja, die gaf zo links en rechts, waaronder ook onze tamboer, een hand. Ja, ja. Om te bedanken dat het zo mooi geregeld was. In de bus terug van Eindhoven naar het E3-strand, waar ze opgestapt waren, kwam dat te sprake. Hoe er enkele nonnen onder andere, hoe dat bevallen was. En toen zegt onze tamboer, heel goed, want ik heb nog een hand gehad van de paus. O, meneer, heb jij een hand gehad van de paus? Mag ik dan jouw hand even vragen? Die zal zijn hand nooit meer gewassen hebben, denk ik. Nou, ik denk het wel ondertussen. Maar... Goed. Ja. Heel mooi verhaal, heel mooi verhaal. Ik hoop volgende keer weer met iemand anders van een gilde aan tafel te zitten. En dan geef ik jou het tromstokje. En met wie zou ik volgende keer aan tafel mogen? Nou, dan wil ik bij deze het tromstokje overhandelen aan het Sint-Anna-gilde van Westeropen.
Nou, dan gaan we er achteraan en dan gaan we daar zoeken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Westerover, dat is een hele mooie guld. In ieder geval. Jan, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik vond het heel mooi. En beste mensen, we hebben vanavond weer geluisterd naar een hoofdman van een gilde. Die hier en daar een beetje schrik heeft over de guld. Maar daar hoef je geen schrik van te hebben. Want als we dat allemaal positief blijven bekijken, dan wordt de guld, dat is een schoon ding. Daar moet er gewoon bij zijn. En wat we vanavond ook gehoord hebben, is hoe dat het in 1912 aan toe ging om een gilde op te heffen. Alleen maar om het feit dat de gilde een beetje grond en wat zilver en wat geld had. En dat de rest van Duizel erenmoei had. Die hebben we meegenomen. En dat zijn toch belangrijke dingen. Ook nieuwe dingen die we gezien hebben. En ik zou zeggen, wees voorzichtig. Hou de goed. En tot de volgende keer.